December 1971 wordt in de Kamer de Cultuurraad van de Nederlandse Cultuurgemeenschap geïnstalleerd. Bij die gelegenheid heft de Volksunie de Vlaamse Leeuw aan, want hier gaat een oude droom in vervulling. CVP-senator Robert van de Kerkhoven wordt de eerste voorzitter van de Cultuurraad. Voor het eerst in de geschiedenis van België zetelen uitsluitend Vlamingen in dit halfrond en is de voertaal enkel het Nederlands. Ik dank de leden van deze vergadering voor de grote eer die me toevalt en de taak die me wordt opgedragen. Ik zal trachten deze opdracht met nauwkeurigheid te vervullen. Op een zeker ogenblik, nietwaar, heb ik de wens uitgedrukt dat de cultuurpactwet zo vlug mogelijk zou gepubliceerd worden in het Staatsblad. Ik geloof dat dat een noodzakelijkheid is om aan alle filosofische strekkingen in het Vlaamse land aan te tonen dat zij tot volle ontplooiing kunnen komen daardoor. Ik geloof dat de 11 juli altijd een hoogdag is. En als we zien in welke jaren de viering van 11 juli naar boven gekomen is, dat was dan vooral na de Eerste Wereldoorlog met de fronters, daar waren er veel zwaardere, veel scherper verdeeldheden dan nu, wat nooit belet heeft dat de hoogdag gevierd werd in de zin van wij moeten uit de unitaire verdrukking en wij moeten naar zelfbestuur. Dames en heren, Vlaanderen is onderweg naar een eigen huis. Laten wij alle ervoor zorgen dat het steeds een huis zij met open ramen. Ik dank u voor uw aandacht. Het toekennen van eigen parlementaire instellingen aan de gemeenschappen en de gewesten heeft niet alleen hun geldingsdrang op gang gebracht, maar ontwikkelt geleidelijk ook een dynamiek die onafwendbaar zal uitmonden in een veel grotere autonomie dan in 1980 werd voorzien. Het is dankzij de Vlaamse beweging en al diegenen die er hun beste krachten voor gegeven hebben, dat er nu nog slechts enkele kankerplekken overblijven, waar mensen het moeilijk hebben om te beseffen dat ze in Vlaanderen leven. Bij vele Vlamingen leeft vandaag en vooral op dit vlak een gevoel van onbehagen. De leden van de Vlaamse Raad werden vanmorgen plechtig ontvangen in de gotische zaal van het Brussel Stadhuis. De voorzitter van de Vlaamse Raad, Lobie van Veldhoven, zei dat de twee fasen van de staatshervorming die nu voorbij zijn, Vlaanderen hebben sterker gemaakt. Maar nu moet alle aandacht gaan naar de derde fase, want het gaat niet langer op dat onze parlementsleden tegelijk in het nationale en in het Vlaamse parlement zitten. De derde fase omvat ook de afschaffing van het dubbel mandaat. U heeft, laten we maar zeggen, nog 2 jaar voorzitterschap voor de boeg. Als u nu 1 ding zou willen realiseren, wat is dat? Wel, in alle geval een klaarheid in de democratische spelregels, duidelijkheid daarin dat moet komen. Maar de voornaamste opdracht die wordt ons van buitenuit en door de wet opgelegd. Wij zullen de eerste rechtstreekse verkiezingen van de Vlaamse Raad moeten voorbereiden. Wie verhuist, neemt meestal alleen de goede in boedel mee. Met onze verhuizing is het in zekere zin ook zo. Een aantal ouderwetse gewoonten uit het verleden laten we best achterwege. Het Vlaams parlement moet ook figuurlijk een glazen huis worden. Alle fracties zijn het trouwens eens om werk te maken van een nieuwe Vlaamse politieke cultuur. Voorzitter De Batslier herinnerde er ook aan dat jaren geleden niet toevallig Brussel als vestingsplaats is gekozen. Als een hart onder de riem voor de Brusselse Vlamingen. Jammer genoeg is het vandaag op deze plechtige opening noodzakelijk om dit nogmaals rustig maar vastberaden te bevestigen. Brussel is en blijft de hoofdstad
van Vlaanderen. Het idee is dus vooral mensen laten debatteren met politici, laten zien waar politiek zich mee bezighoudt en ze heel duidelijk maken dat politiek zich heel erg moeit met hun dagelijks leven. En zelfs kooksessies met Vlaamse topchefs, streekproducten en volksvertegenwoordigers moeten daarbij helpen. Het is misschien een beetje raar om dat zo met een mes en een ajuin in je hand te zeggen, maar ik denk dat dat toch wel een beetje de burger dichter bij de politiek brengt. Misschien deze kooksessie niet, maar het hele weekend denk ik wel, ja, ik ben ervan overtuigd. Rechts van mij dus niet te geloven, zit een van de uitredende ministers. Er zitten nog een aantal uitredende. Links ook, ja, voilà, ziet je dat. Het begint hier al goed. Ik heb hier een beetje traditie, omdat Luc van der Keelen in 2004 in het laatste nieuws geschreven had dat ik het half dorp bij had. Dat was dus niet zo. Maar ik kom er straks wel op terug en ik heb hier inderdaad bijna een heel bus familie bij. Ik vind, en zeker vandaag, want het is voor mij toch wel een heel bijzondere dag. En voor het welzijn en het welvaart van het Vlaamse volk, in al zijn geledingen, opinies en opvattingen, kan dit Vlaamse parlement zijn activiteiten aanvatten. Ik dank. Deze moet ik u niet voorstellen. Ik ken die mens 60 jaar geleden al. Ha, 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 ha.